Vanuit het InnoVec Café in het Vlaming Business Center in Tielt heet ik jullie van harte welkom bij de projectvoorstelling Merrepadden in Wakken. Bij mij staan vier heren op veilige afstand van elkaar, zoals het hoort. Dag heren, meneer Jan de Brabant van de Brabant Vastgoed, meneer de burgemeester van Lentergem, Koenraad de Grote, meneer Tim Wilfaert van Wilfaert Architecten en meneer Varin Pinois van Vlaming. Jan, de eerste vraag die mij opkomt, waarom de naam Merrepadden? Merrepadden, dat is een naam die gekozen is door de heemkundige kring samen met de gemeente. Naar ik verneem is dat een heerlijkheid, maar daar zal de burgemeester waarschijnlijk meer kunnen over vertellen. Ja, klopt dat, meneer de burgemeester? Een heerlijkheid was in feite vroeger een hofstede, laat ons zeggen. En dat was een hofstede die op een zeer korte afstand lag van het huidige bouwproject. En de heer van Merrepadden, zoals dat in het vroegere tijdperk genoemd werd, was ook een van de sponsors toen de kerk in Wakken gebouwd werd in 1790. Er staat nog altijd een gedenksteen, de heer van Merrepadden. En die historische benaming, omdat ze op korte afstand was van het project, werd voorgesteld door de gemeente en de heemkundige kring. 50 woningen worden er gebouwd in Wakken. Inderdaad. Maar dat gebeurt niet in één keer? Nee, dat gebeurt in verschillende fases, waarbij we nu één fase starten. De eerste fase is een fase van 21 woningen, gevarieerd met een 9 landelijke woningen en 12 moderne woningen. Waarom hebben jullie nu voor twee stijlen gekozen, Tim? Ja, we zitten in een landelijke gemeente. Wakken is een landelijke gemeente. Dicht bij het centrum van, de site is dicht bij het centrum van Wakken. We zitten dicht bij een groene long ook. Dus we gaan ook een landelijke stijl ontwikkelen in het centrum van Wakken. Landelijk, maar ook hedendaagse woningen met dezelfde materialisatie. Dus we werken eigenlijk met twee stenen, twee gevelstenen, die zowel in de landelijke als in de hedendaagse woningen worden gebruikt. Dat is niet evident, denk ik. Zo'n soort materiaal gebruiken voor dezelfde? Nee, maar we zijn een baksteenland en we hebben heel mooie bakstenen in Vlaanderen. En we kunnen die ook toepassen op de twee stijlen van architectuur. Zodanig dat ook het geheel van de wijk goed bij elkaar past. Als je in Vlaanderen bouwt of verbouwt, dan moet je natuurlijk de energieprestatieregelgeving respecteren. Hoe hebben jullie de EPB hier aangepakt? Vanzelfsprekend, en dat is iets dat wij werken al lang samen, Jan en ik, ook dikwijls in Wakken, in Dentergem. En dus ook dikwijls dat wij streven naar duurzame kwaliteit, duurzame architectuur, maar ook duurzaamheid in het gebruik van materialen en het gebruik van isolatie, het gebruik van ventilatie en ook met de juiste mensen samenwerken om ecologisch te bouwen. Waarom nu in Wakken een project? Het perceel was al geruime tijd in ons bezit en nu deed de opportuniteit zich voor om dit aan te snijden en daar nu mee te starten. En waarschijnlijk ook omdat het zo'n super aangename gemeente is om in te wonen, meneer de burgemeester. We zijn inderdaad een eerder kleine gemeente, gelegen tussen Mandel en Leie. Maar het is een gemeente die door de jaren, door de eeuwen heen, altijd als zeer levendig aanzien is geworden. Levendig zowel op economisch vlak, maar ook levendig op gebied van ontspanning, recreatie en dergelijke meer. Mensen vertellen mij dat ze graag naar onze gemeente komen wonen, omdat het voor eerst een goede ligging betreft. Het ligt op korte afstand van Tielt, Waregem, Deinze, Kortrijk, Gent. Dus mensen die naar hun werk moeten, hebben een goede verbinding, een goede uitvalsbasis, een beetje tussen de twee, zegt men mij soms. Men vertelt mij ook dat in vergelijking met andere steden de eigendommen daar nog betaalbaar zijn. Dus dat is ook een pluspunt. En men komt er vooral graag wonen voor de rust en voor de kwaliteit die men daar heeft. Want wat nu specifieke Merrepadden betreft, dat is gelegen op zeer korte afstand, een paar honderd meter van het domein De Ballycouter. Dus 44 hectare waar men kan wandelen doorheen het bos en dergelijke meer. Met een cafetaria, een bezoekerscentrum. Waar men ook kan fietsen in de Mandeldalroute die passeert langs Merrepadden. Merrepadden is op 1 kilometer gelegen van de gemeentelijke sporthal en de tennisterreinen. Dus er zijn zeker mogelijkheden en ook zeer dicht bij het centrum voor mensen die willen hun benodigdheden inslaan en dergelijke meer. Dus ik denk dat daar alle troeven heeft. Jullie zijn voor de eerste keer nu in zee gegaan met Vlaming. Van waar die keuze? Ik werd hier uitgenodigd door Vlaming. En wat zij mij voorstellen, dat sprak mij direct serieus aan. Dat zag er zeer aantrekkelijk uit. Dat zag er zeer aantrekkelijk uit, ja. Ze hebben duidelijk aan het juiste adres aangeklopt. Klopt, Celia, inderdaad. Dus we hebben inderdaad een ontmoeting gehad met de bouwpromotor.
En in eerste instantie hebben we geluisterd naar de noden van de heer De Brabant. Op basis daarvan hebben we samen een globale aanpak voorgesteld, wat eigenlijk op het luik voor de commercialisatie zich benadrukt en het luik commercialisatie. We hebben samen zitten rond het projectboek dat we samen hebben opgesteld, vervolgens de projectvoorstelling die zal doorgaan. In dit kader spreken we over een globale aanpak met het oog op een optimale commercialisatie. Het wordt een groot succes, dank u wel, heren. Het is duidelijk, het project is in goede handen en we gaan nu een beetje dieper ingaan op het project zelf met de mensen van Vlaming. Iets wat iedereen zich wel eens heeft afgevraagd. Is investeren in vastgoed een slimme keuze? Wel, ik vraag het aan onze investmentmanager Nicolas de Klerk. Nicolas, is het een slimme keuze? Daar ben ik van overtuigd, Celia. En de crisis waarin we ons momenteel bevinden, helaas, beweest het nog maar eens. Vastgoed houdt stand en overleeft de crisissen. Ook na de bankencrisis van 2008, intussen toch 12 jaar geleden, kunnen we concluderen dat de prijzen van vastgoed daar niet door gedaald zijn. Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom investeren in vastgoed interessant is. Klopt, Celia. Naast die waardevastheid zijn er inderdaad nog veel verschillende redenen. Een eerste die ik wil aanhalen, dat is het rendement. Vastgoed levert immers huurrendement, creëert inkomsten. Maar naast deze inkomsten is er een tweede punt, dat is het meerwaardepotentieel. Vastgoed beweest al decennia lang sneller te stijgen dan de inflatie, waardoor een reële waardestijging plaatsvindt. Dus het is eigenlijk dubbel interessant. Het is dubbel interessant. Een tweede punt die ik zeer belangrijk vind, dat is de evolutie van de bevolkingssamenstelling. We evolueren meer en meer naar een huurmarkt. Hoe komt dat dan? Ook daarvoor zijn diverse redenen aan te halen. Ten eerste is er een wijziging in de bevolkingssamenstelling. Er zijn meer en meer singles, samengestelde gezinnen. Dit vraagt flexibiliteit. Flexibiliteit in wonen. Jonge gezinnen bevinden moeilijkheden om de eigen inspanningen te leveren die gepaard gaan bij de aankoop van een eigen huis. Dit kan zeker in hun eerste jaren van hun carrière probleem vormen, waardoor ze eigenlijk gedwongen worden naar de huurmarkt. Dat is zo, jammer genoeg. Maar natuurlijk, mensen die wel een centje opzij gezet hebben, ja, de leningen zijn nog nooit zo goedkoop geweest. Dus die investeren wel beter in vastgoed dan. Klopt, Celia. Daarin zit namelijk een enorm potentieel. Vastgoed kan makkelijk beleend worden. En door een lening te koppelen aan uw eigen inspanning, kan het rendement op uw eigen inspanning substantieel verhoogd worden. Het huurrendement is immers nog altijd hoger dan de financieringskost. En dat is super interessant. Ik hoor dat je daar veel over te vertellen hebt. Maar wat is je rol nu juist hier binnen Vlaming? Wel, ik heb in een vorig leven het beroep uitgeoefend van accountant-fiscalist. Jarenlang heb ik mijn klanten begeleid in vermogensopbouw en fiscaliteit. Maar daarnaast heb ik ook een sterk interesse in vastgoed. Ik kan evenveel genieten van een appartement met een fantastisch zeezicht of een woning die een ideale locatie geeft in een stad of een gemeente. Maar je wil meer. Ja, bij mij gaat er altijd een extra belletje rinkelen. En dat is, welke huurinkomsten zou ik uit dit pand kunnen halen? Hoe zal de waarde evolueren in de komende 20 jaar, rekening houdende bijvoorbeeld met de bouwstop? Dat is voor mij iets die altijd bij vastgoed een belangrijke rol zal spelen. Die kennis van fiscaliteit en vermogensopbouw probeer ik mee te nemen in mijn huidige begeleiding naar klanten toe, waarbij we hen eveneens gaan adviseren naar hoe koop ik het best, via vennootschap of privé. Koppelen we successieplanning aan het verhaal? Hoe zullen we financieren? Hoe worden de inkomsten belast? Dat is voor mij een belangrijk deel van mijn taak hier binnen Vlaming. Dus als mensen met Vlaming in zee gaan, dan begeleiden jullie de klanten van A tot Z? Klopt. Kennis van stenen, technieken, ligging, architectuur, dit is al heel sterk aanwezig binnen Groep Vlaming. Ik wil daar nog een extra dimensie aan toevoegen, als service naar onze kopers, maar ook naar onze verkopers. En dat is advies over de centen. Wat heel belangrijk is. Bedankt voor de boeiende babbel. Graag gedaan. Hout kopen op plan, risico's in. Wel, ik vraag het aan onze legal manager Varin Pinois. Dag Varin. Dag Celia. Houdt dat nu risico's in? Wel Celia, in België houdt kopen op plan of kopen van iets in aanbouw geen enkel risico in, omdat wij vandaag met een wet Breyne zitten in België. Wat houdt die wet dan juist in? De wet Breyne beschermt eigenlijk de koper.
Er zijn een aantal elementen die moeten voorzien zijn, die wettelijk bepaald zijn. En zonder die wettelijke bepalingen op te nemen in een onderhandse verkoopsovereenkomst, kan men in feite geen verkoop realiseren zonder die gevolgen te creëren. Wat zijn nu de belangrijkste elementen? Het belangrijkste element is natuurlijk de prijs. Dus mensen zijn altijd geïnteresseerd, wat kost mij dat? De prijs wordt uitgesplitst tussen de prijs van de grondwaarde en de prijs op constructiewaarde. Dat is de globale prijs. Hier heeft de bouwpromotor gekozen om een identiteit, de grondeigenaar, die dus de grond verkoopt, en daarnaast een andere persoon, een andere rechtspersoon, die de constructie verkoopt. Is dat interessant? Dat is interessant. Als je met twee gesplitste entiteiten werkt, gaat de koper op de grondprijs 10% registratierechten betalen en op de constructie, zijnde de woning, 21% BTW. Dat bespaart dus heel wat. Dat bespaart heel wat. Als hij dat niet zou doen en hij zou de grond en de constructie zelf verkopen in één entiteit, dient de koper 21% BTW te betalen. Een groot verschil dus. Groot verschil, absoluut. Natuurlijk, als je een voorschot moet betalen, want dat is wel het geval, denk ik. Hoe zit dat dan? Ja, dus zo, de wet Brennen regelt dat eigenlijk heel specifiek. Vooraleer de compromis getekend wordt, dan staat er klaar en duidelijk in welke bedrag er dient betaald te worden. En het is zo, de koper dient slechts 5% van de totale koopprijs te betalen bij de ondertekening of binnen de 5 dagen na de ondertekening van de compromis. Hoe zit het dan met de verdere betaling? Het is ook zo, dus binnen de 4 maanden wordt de koper uitgenodigd naar de notaris voor het verlijden van de notariële akte. Op die moment is de koper verplicht om eigenlijk de volledige grondprijs te betalen onder aftrek van het voorschot. Daarnaast gaat de notaris gaan vragen aan de architect om een bevestiging te krijgen naar de vooruitgang der werkzaamheden. En dan gaat hij opnieuw lectuur nemen van hetgeen in de compromis staat, want daar staat er een schijfsgewijze stipulering in van de vooruitgang der werken, van welke schijf dient betaald te worden. En de architect zal een attest afleveren aan de notaris waarin hij bevestigt hoe ver de werkzaamheden gevorderd zijn en bij gevolg dan pas kan eigenlijk de bouwpromotor die gelden gaan opvragen. Dus er is daar een dubbele dekking. Dus je betaalt nooit meer dan wat er gepresteerd is? Absoluut, dat klopt. Als de bouwpromotor nu failliet zou gaan, wat dan? Dat zijn grote woorden, Celia, inderdaad. Maar de schrik zat er inderdaad in het verleden als er iets gebeurt met mijn bouwpromotor. Ik heb grond gekocht, ik ben er al eigenaar van. We staan in de helft van de constructie en er gebeurt iets. Het is zo dat hier in dat geval de bouwpromotor een 100% voltooiingswaarborg heeft verkregen bij een erkende bankinstelling. In mensentaal houdt dat gewoon in, stel dat er iets gebeurt en ik moet mijn woning geleverd krijgen en de promotor slaagt er niet in, dan zal ik als koper naar de betrokken bankinstelling kunnen gaan om de nodige fondsen te krijgen om die woning af te werken. Je loopt dus echt wel geen enkel risico? Absoluut. Hoe zit het met de start van de werken? Ligt dat ook vast? Ja, dat is ook een van de cruciale elementen binnen de verkoopsovereenkomst. Opdat ze rechtsgeldig zou kunnen zijn, is het zo dat de bouwpromotor de startdatum dient te bepalen in de overeenkomst. Met andere woorden, je koopt iets, je weet onmiddellijk wanneer zal die promotor starten met werken. En de duurtijd, want dat inderdaad, kan natuurlijk heel ook heel cruciale vraag. Je kan niet een eeuwige dag beginnen bouwen. Dus men is ook verplicht om het aantal werkdagen vast te leggen in de compromis. En dat gebeurt ook altijd. Wat is daar het voordeel van? Als de promotor er niet in slaagt om binnen de vooropgestelde termijn die woning af te leveren, behoudens overmacht natuurlijk, dan zal de koper gerechtigd zijn tot een vergoeding wegens nalatigheid in de levering. En dat ligt ook wettelijk vast in de overeenkomst. Het is allemaal heel duidelijk, maar als mensen nu nog andere juridische vragen zouden hebben, kunnen ze dan bij jou terecht? Absoluut. Ik maak deel uit van de groep Vlamink. En het is zo dat elke potentiële koper in het kader van de aankoop en dergelijke meer ook bij mij terecht kan om de nodige vragen te stellen en hopelijk een voldoende uitleg te krijgen. Dat is een hele geruststelling. Bedankt voor de babbel. Graag gedaan. Misschien hebben de heren je al warm gemaakt voor het project Mirrepadden en wil je meer informatie? Wel, iemand die daar alles weet over te vertellen is onze sales consultant Matthias Vianen. Dag Matthias. Dag Celia, goedemiddag. Er worden 50 woningen gebouwd, maar het gebeurt wel gefaseerd. Klopt. Vandaag gaan wij in Kankel de eerste fase leggen, die ook de eerste fase in uitvoering zal zijn. Die bestaat uit 21 woningen.
Het zijn niet allemaal dezelfde types? Nee, klopt. We hebben gekozen voor 12 moderne woningen en 9 landelijke woningen. Zowel half open als gesloten bebouwing. Waarom die twee stijlen? Omdat wij op die manier een extra grote doelgroep kunnen creëren en natuurlijk automatisch de verkoop daardoor exponentieel kunnen doen stijgen. We hebben de gevels al kunnen bewonderen, maar hoe zullen de woningen er nu van binnen uitzien? Ik neem je even mee, Celia. De landelijke woning zou ik voorstellen om te starten. We komen binnen traditioneel natuurlijk via de voordeur in de ruime inkomhal toch wel. Dan hebben we het gastentoilet met toilet en handenwasser. Dan gaan we eigenlijk door via de dubbele deur naar de leefruimte. De leefruimte is er extra aandacht besteed aan dat natuurlijk daglicht, zonsinval, ruimte. Gaan we in principe door naar de open keuken. Dus er is gekozen voor een open keuken met alle toestellen. Ook extra voorzien voor grote gezinnen. Dag vandaag nieuwe samengestelde gezinnen. Ja, een echte dus leefkeuken. Dus. Absoluut. Ja, voldoende ruimte is om eigenlijk nog met een extra met een barkruk of dergelijke meer kunt gaan aanschrijven aan de keuken. Dus morgens, avonds, dat je niet altijd moet zijn, de rest film maken. Welke toestellen zijn er allemaal aanwezig? Wel, de keuken zijn eigenlijk alle toestellen aanwezig. Wat verstaan we daaronder? Dat is frigo, vitrokeramische kookplaat. Oven en vaatwasser, die zijn allemaal aanwezig in de keuken en mooi weggewerkt ook, esthetisch, proper weggewerkt. Dan aansluitend, heel belangrijk, komen we aan de berging komen de technieken toe. Is er ook zeker en vast ruimte voor de droogvoeding of levensmiddelen te gaan bewaren. Waarom? Omdat die ook dicht aan de garage paalt. Als je dus binnenkomt via de garage, dag vandaag, de mensen hebben nogal weinig tijd, kunnen ze rechtstreeks van de garage de middelen rechtstreeks door naar de keuken waar dat kan bereikt worden. Of nog een tussenruimte naar onze berging waar dat eigenlijk allemaal kan een tijdje gestockeerd worden. En waar er dan nog plaats is en toevoer is voor wasmachine en droogkast. De benedenverdieping is in ieder geval al zeer goed ingedeeld. Als we nu naar boven gaan, daar zijn ook heel ruime slaapkamers, zie ik wel. Ja, de bovenverdieping valt te betreden via de inkom terug met een vaste trap naar de eerste verdieping. Daar vinden we terug de 3 ruime slaapkamers terug. Variëren tussen de 12 en de 14 vierkante meter, wat dat toch zeker ruim is, dat toch zeker voldoende ruimte is terug voor grote en nieuwe gezinnen. De badkamer biedt ook een ruimte van tussen 7 en de 8 vierkante meter met de dubbele lavabo. Inloopdouche of legbad is voorzien voor iedere wat wils. Hier is er goed over nagedacht en zijn al de ruimtes wel aangepast en extra ruim gehouden om eigenlijk alles te kunnen voorzien. Is er ook een zolder aanwezig? Bij de pastoriewoning is er een zolder aanwezig, ook met een vaste betonnen trap, dat rust nog volledig naar eigen believen valt in de kleuren. Dat kan handig zijn in deze tijden van corona? Absoluut. Voor de mensen die meer van thuis gaan werken, kan dat zeker een extra ruimte zijn. Of zoals dat vroeger was, stockage. Maar goed, het is in ieder geval een extra ruimte met vaste trap die zeker een meerwaarde kan bieden aan de woning op lange termijn. Heel handig allemaal, zeer goed. Hoe zit het nu bij de moderne woningen? Is dat dezelfde indeling? Bij de moderne woningen gaan we praktisch naar dezelfde indeling. Dus we komen binnen via de voordeur terug hetzelfde. De inkomen is dan iets kleiner en rechthoekiger. Ook de toilet, gastentoiletjes die we daar terugkeren, gaan we door naar de leefruimte die ook praktisch dezelfde oppervlakte biedt als bij de landelijke. Dan gaan we ook naar de open keuken, daar is er ook extra aandacht in besteed om er eigenlijk een praktische leefkeuken van te maken. Met keuken eiland ook voldoende daglicht, daar is er ook evenveel aandacht aan besteed. Ook daar zijn er al toestellen aanwezig, zoals vitrokeramische kookplaat, frigo, oven en vaatwasser. Het verschil zien we natuurlijk op de eerste verdieping. Na meer terugkeren, dat we natuurlijk wat minder ruimteverlies hebben. Ook de 3 ruime slaapkamers keren terug. De badkamer biedt met de dubbele lavabo, inloopdouche of legbad. Maar daar hebben we geen zolder, dus geen vaste trap naar de zolder. Daar is er gekozen voor een plat dak. En in de pastoriewoningen is er gekozen voor een zadeldak, een hellendak. Dat is eigenlijk het grote verschil dan. Absoluut. Ja. Er is goed nagedacht over de indeling van de woningen. Maar misschien zijn er mensen die toch die indeling willen wijzigen. Dat kan? Dat kan, dat kan zeker. Alles die eigenlijk niet tegen de stabiliteit inhaalt van het gebouw, kan praktisch nog gewijzigd worden. Ze zien er echt fantastisch uit, ook binnenin. Hoeveel zullen ze nu kosten? Want dat is ook niet onbelangrijk. Wel, een gesloten bebouwing vanaf 275.000 tot en met een half open bebouwing van 335.000 euro. De perceeloppervlakten variëren vanaf de 227 vierkante meter voor gesloten tot het grootste perceel, een half open bebouwing van 428 vierkante meter. We weten waar we moeten voor sparen. Absoluut. Bedankt voor de babbel. Zeer graag. Voor al je vragen omtrent het project Mirrepadden moet je bij Vlamink zijn. En daar weet Varin Pinois mij alles over te vertellen. Want the only way to do great work is to love what you do. En dat is echt wel het geval hier bij Vlamink? Dat is inderdaad zo, Celia. Dus inderdaad, mensen die geïnteresseerd zijn omtrent het project, kunnen bij ons in ons kantoor in Tiel terecht.
Ons kantoor Tielt is vrijblijvend open voor elke geïnteresseerde. Gaat het over uw vragen omtrent het project, omtrent de commercialisatie, omtrent de details, zijn de geïnteresseerden bij ons welkom. Daarnaast is er een bijkomende service met betrekking tot het juridische luik, als ook mensen die vragen hebben omtrent het fiscale luik. U kan bij ons terecht voor alle verschillende deelaspecten van verkoop in Guis. En het gaat goed met Vlaming? Inderdaad, Celia. Dus zoals iedereen weet, hebben we ons hoofdkantoor gevestigd in Tielt. We hebben ook ons kantoor in Nieuwpoort. Vervolgens hebben we nog een kantoor in Poperingen. En eind 2021 gaan we een nieuw kantoor openen in Veurne. En er is ook een syndicbureau? Dat klopt, inderdaad. Niet alleen eigenlijk het verkopen van vastgoed behoort tot de core business. We hebben ook nog een bedrijvigheid, namelijk het uitoefenen van de functie van syndicus in de appartementen. Als ik nu een huis wil kopen, wat moet ik dan doen? Heel eenvoudig, Celia. Als u een huis wilt kopen, u bent geïnteresseerd, neemt u contact met het kantoor Vlaming. Er zal altijd iemand van de collega's u ter beschikking staan en we gaan met u rustig de plannen doorlopen, het lastenboek en eventueel komen tot een finalisatie van een compromis. Zijn er daarnaast nog vragen omtrent de financiering, omtrent de fiscaliteit, omtrent het juridische luik, dan zullen de collega's van Vlaming ter beschikking staan. Kortom, voor de koper is Vlaming een slimme keuze. Ja, Vlaming heeft alles in huis. Bedankt om te kijken en heel graag tot de volgende.